mag je als Kamerlid alles zeggen wat je denkt. In een gezonde democratie hoort het natuurlijk te knetteren tijdens debatten. Maar wat te doen als persoonlijke aanvallen, bedreigende taal of complottheorieën de boventoon voeren? Zit er een grens aan het vrije woord? De Tweede Kamer buigt zich vandaag over de eigen omgangsvormen. Het enige wat Wilders hier heeft gedaan is stemmen precies zoals Vladimir Poetin dat het liefste zou willen. Je zou kunnen zeggen dat Wilders hier als de bedrijfspoedel van Vladimir Poetin opereert. Uw tijd komt nog wel, want er komen tribunalen. En dan vraagt u mij excuses voor het telefoontje, u bent niet goed snack. Het gebeurt even altijd. Wachten. U bent zo aan de beurt. Oh, zeker wel. We spreken hier één voor één, mevrouw Simons. Ik roep op tot burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, dan ben je fout bezig en dan ben je, voorzitter, ik heb het al gezegd, ik zal het niet verder halen, een klimaatpsychopaat. Om even geen geluiden te maken, afstemmend en bevestigend. Laten we dat nou niet doen. Gezellige bende daar in Den Haag. We nemen zo wel even wat voorbeelden door, maar eerst even uw voorstel. U neemt vandaag samen met Gert-Jan Segers van de ChristenUnie een voorstel in, zodat het makkelijker wordt, als ik het goed begrijp, voor de Kamervoorzitter om in te grijpen bij dreigende taal. Hoe zit dat precies? Een lijn te trekken bij bedreigingen en intimidatie. Want kijk, volgens mij verwacht niemand dat Kamerleden altijd allemaal aardig voor elkaar zijn. Iedereen verwacht dat het knettert. Je vertegenwoordigt mensen in Nederland die heel verschillend denken. Mm-hmm. Nou, dan denken we in de Kamer ook heel verschillend. Wat we de laatste jaren zien, is dat het vaak echt overgaat in bedreigingen. We zagen net even dat fragment, er komen tribunalen. Mm-hmm. Ja, uw tijd komt nog wel, er komen tribunalen. Dat zei een Kamerlid van Forum voor Democratie tegen een collega van mij. Die kreeg in de dagen daarna meerdere doodsbedreigingen. Er zijn inmiddels twee mensen ook. Gert Gündoğan was dat, hè? Van Volt. Nee, Sjoerd Sjoerdsma was dat. Ja. Okay. Die werd ervoor veroordeeld. Maar Niloufer Gündoğan, toen nog van Volt, inderdaad, die heeft het ook meegemaakt. Inderdaad. Die vertelde over dat ze bedreiging kreeg en dat zelfs haar moeder dat ook kreeg. Stapte een Kamerlid naar voren om zijn achterban op te roepen om daar vooral mee door te gaan. Ja, dat soort dingen zijn natuurlijk ter plekke heel bedreigend. Maar vooral heel ernstig, omdat wat je ermee bedoelt, wat je probeert, is de ander de mond te snoeren. Terwijl je volksvertegenwoordigers hebt. Dus juist om te kunnen zeggen wat je denkt? Juist voor onze democratie dus, moet bedreiging niet kunnen in de Tweede Kamer. Maar de Kamervoorzitter kan toch al ingrijpen op zo'n moment? Ja, het staat niet duidelijk in het reglement van orde. En er was ook een advies om dat wat duidelijker te gaan maken waar je die streep trekt. De Kamervoorzitter kan heel veel. Maar het helpt de Kamervoorzitter natuurlijk wel als mensen met dreigende taal komen. Dat ze zeggen, sorry, we hebben met elkaar afgesproken. Dat doen we niet, daar ligt een lijn. Ik ontneem u nu het woord. Dat is net wat makkelijker dan zeggen, ik vind als Kamervoorzitter dat het niet mag. Okay. Dit gaat dus echt om dreigende taal, om intimidatie. Hè? Maar bijvoorbeeld wat er vorige week dan gebeurde met Baudet, hè? De algemene beschouwingen, insinueerde dat Kaag opleiding genoten heeft aan een spionnenuniversiteit. Ja, daar zou dit voorstel natuurlijk niet tegen werken, want het is niet per se bedreigende taal. Nee, het is indirecter, terwijl je tegelijkertijd wel weet dat wat hij daar deed, alsof Kaag aan een spionnenuniversiteit zit, dat is een complottheorie. En sommige mensen worden daardoor aangesproken. En we weten ook, Sigrid Kaag heeft ook iemand met een fakkel voor de deur gehad. Mm-hmm. Maar er zijn heel veel andere dingen die ook in haar persoonlijk leven raken. Vertelt ze soms wel eens iets over. Dat komt door dat soort complottheorieën, verdachtmakingen. Dus je ziet ook daar dat wat in de Tweede Kamer gezegd wordt, buiten de Tweede Kamer effect heeft. Maar de vraag is dus alleen bedoel ik of dan dat voorstel daar echt iets aan doet. Of ze zeggen gewoon, de Kamervoorzitter moet sneller ingrijpen. Heeft ze natuurlijk toen gedaan uiteindelijk bij de algemene beschouwingen. Ja, dat voorstel helpt in ieder geval de Kamervoorzitter bij, ook bij voorbeelden die ik net natuurlijk noemde, om een heel duidelijke lijn te trekken. Het is natuurlijk tegelijkertijd ook waar dat er ook dingen zullen zijn die daar niet heel letterlijk onder vallen, waarbij je als voorzitter nog steeds zelf moet bepalen en aanvoelen waar je dan die lijn trekt. Of in dit geval hebben we dat ook met de hele Tweede Kamer gezegd. Ja. Dit kan niet. En de Kamervoorzitter heeft tegen Baudet ook ingegrepen. Maar ja, dat je afspreekt, in ieder geval bedreiging en intimidatie, daarvoor maken we expliciet dat dat niet kan. Mm-hmm. Dat lijkt me heel goed. En wat u nu noemt, dat komt vandaag ook in het debat waarschijnlijk terug. Omdat er ook partijen zijn die zeggen, zou je dat niet nog iets strakker moeten gaan opschrijven? Dat je ook dat soort verdachtmakingen, dat je daar ook van zegt dat kan niet. En wat vindt u? Ja, ik denk dat we heel goed moeten kijken wat dat effect is. Ik zie het bij Sigrid Kaag. Je ziet het ook bij journalisten zoals wetenschappers zoals Marion Koopmans, die vanwege verdachtmaking in de Tweede Kamer niet kan optreden in het land. Ja, Van Dissel. Ja, Van Dissel heeft allerlei beschuldigingen gekregen en krijgt dan persoonsbeveiliging. Dat is natuurlijk heel heftig. Alleen je moet dan wel echt heel goed weten wat maakt nou precies dat iemand door wat in de Tweede Kamer wordt gezegd uiteindelijk beveiliging nodig. Dat is natuurlijk de vraag. Hè? Waar ligt dan precies de grens? We hebben net ook een aantal voorbeelden gezien. Waar ligt voor u eigenlijk de grens? Hoe ga je respectvol met een collega om? Wat mag je wel en niet zeggen? Je mag heel veel. Dat vind ik ook heel logisch. Want je bent volksvertegenwoordiger. Ik zag net ook een fragment waar ik ook iets zeg, wat ik ook niet als heel aardig kwalificeer. Bedrijfspoedel van Poetin, zei u tegen Wilders. Ja, had u dat eigenlijk spontaan bedacht? Of van tevoren
Ja, die term bedrijfspoedel heeft Geert Wilders zelf bedacht. Daarom lijkt het me ook wel een goede in dit geval. Maar wat ik ermee wilde zeggen was natuurlijk het feit dat Wilders altijd stemt zoals Poetin dat graag zou willen, tegen sancties, tegen Oekraïne, tegen Rusland. En dat is tegen wapenleveranties aan Oekraïne. Ja, en dat is het inhoudelijke debat wat je dan hebt. En dan vindt u dus ook terecht om die kwalificatie te gebruiken? Ik vind het niet heel aardig van mezelf, maar ik denk wel dat soms dat je dingen ook best stevig mag zeggen. Alleen dat de grens van intimidaties, bedreigingen, verdachtmakingen, dat je die niet over moet gaan. Omdat uiteindelijk heel Nederland ook, maar kijkt. Dit is ook een hele persoonlijke aanval. Toch, en ook een verdachtmaking. Wat ik me vaak afvraag ook als ik debat in de Tweede Kamer zie. Het heeft een ontzettend veel schadelijke effect. Ook een voorbeeld in de samenleving. Maar ook omdat het gesprek niet meer over de inhoud kan gaan. Mm-hmm. Dat zou ik toch heel graag weten. Ook gewoon als Nederlander. Niet alleen als VNO-voorzitter. Ja. En dat kennelijk de norm is. Je mag wel op de man of de vrouw spelen. Dat vind ik eigenlijk een heel slecht voorbeeld. Dat probeer je volgens mij je kinderen ook te leren. Van, goh, je kunt iemand feedback geven of aanspreken op zijn gedrag. Maar je gaat niet zeggen, jij bent een bedrijfsvoerder van Poetin. Of nee, maar wat vinden we daarvan? Ja, en dan bedoel ik niet speciaal dit, maar dat kan nee, ook niet zijn. Niet speciaal dit voorbeeld, klimaat, maar ik vind dat best, wat Wilders zegt. Ja, ja, maar ik vind dat best interessant. Dat is ook mijn punt. Want ik vind het ontzettend leuk om naar debatten te kijken. Maar op het moment dat mensen elkaar etiketten uitdelen, wordt het gewoon grimmig. En wordt het op sociale media vervolgens weer grimmig. Het maakt niet uit welke politieke kleur het is. Op het moment dat je een etiket aan een ander opplakt, dan haak ik een beetje af. Terwijl op het moment dat je hem alleen inhoudelijk aanpakt, inderdaad, hè, wat je noemt als voorbeeld tegen sancties, et cetera. Nou, dan ga ik veel sneller mee. Had je en sterker denk van, gevonden, eigenlijk. Precies. Dan bedrijfspoedel of hoe Sylvana wel eens bejegend wordt met etiketten of algemene politieke beschouwingen. Dat Geert Wilders altijd met iets komt waarvan je denkt van vervelend. Maar op het moment dat het een soort tête-à-tête wordt tussen partijen, dan denk je dan gaat het veel te veel over. Zegt u nu zelf ook, ik had dat niet moeten zeggen. Ja, ik dacht een poedel is ook gewoon een lief hondje. We zeggen het wel over Poetin die een oorlog is begonnen. Even, een bedrijfspoedel van Poetin, dat zei je natuurlijk. Ja, dus het is niet zomaar over een hondje. Uiteindelijk vind ik het ook in iets heel ernstigs. Ik sprak van de week een paar Finnen die hebben natuurlijk een grens met Rusland. En die zeiden ook, bij ons in het parlement, op eentje na 199 mensen die steunen die sancties, die steunen die wapenleveranties. Mm-hmm. Want het voelt voor ons als iets heel directs. Wij hebben met MH17 ook meegemaakt. Ja, er zijn ook bijna 200 Nederlandse, 198 Nederlanders slachtoffer geworden van dat conflict. Maar dan vindt u dus ook dat klimaatpsychopaat ook moet kunnen, als u zegt dat bedrijfspoedel van Poetin ook moet kunnen? Ja, ik vind dat ook een heel, heel lelijke typering. Maar kijk, uiteindelijk waar volgens mij de grens moet liggen, want dat we iets niet vrij vinden, dat kan natuurlijk. Maar als het echt schadelijk wordt, als mensen in Nederland daardoor in veiligheidsproblemen komen, die grens moeten we met elkaar duidelijk trekken. Daar gaan